Goeiedag, dit is de crypto-update van DFT vandaag. De bitcoin zit in zwaar weer. Na een stijging in de afgelopen maanden is de koers in de laatste dagen met 10% gedaald. En ook de andere cryptomunten hebben het zwaar. Genoeg om over door te praten met Tim Epskamp, vermogensbeheerder en adviseur bij BlockBay Capital. Tim, laten we meteen even de koers erbij pakken van de bitcoin. Hij staat nu op zo'n $7600. Ja, hoe analyseer jij dit? De afgelopen maand is de koers opgelopen van ongeveer $6000 naar $8000. Uiteindelijk hebben we de afgelopen week een terugval gezien. Ja. En uiteindelijk kunnen we dit wel echt verklaren door ontwikkelingen bij de Amerikaanse toezichthouder, de SEC. SEC heeft een tweetal aanvragen voor een Bitcoin ETF, wat het mogelijk maakt voor wat grotere investeerders om makkelijk in Bitcoin te investeren, de afgelopen week afgewezen. Mm-hmm. Dus de koers was in aanloop daarna gestegen. Ja. En uiteindelijk een terugval gehad, omdat die aanvragen zijn afgewezen. Ja, dan is natuurlijk wel de vraag van ja, waarom zijn die aanvragen afgewezen dan? De aanvragen zijn met name afgewezen dat er wat onzekerheid is op het gebied van manipulatie en liquiditeit. Mm-hmm. De toezichthouder heeft vragen erover of de ETF's wel echt bestendig zijn tegen deze vormen van marktmisbruik. Dus wel zorgwekkend. Het is heel zorgwekkend. Er ligt nu een andere aanvraag van een andere ETF die deze vraag al heeft proberen te tackelen in een brief naar de toezichthouder. Uiteindelijk zijn we wel van mening dat een eventuele goedkeuring van een ETF ook wel Bitcoin verder zou gaan brengen en ook dit soort aspecten vanzelf op zou gaan lossen. Ja, want hoe kun je die manipulatie, dat risico op manipulatie tegengaan? Toezicht door de toezichthouder zou inderdaad ook manipulatie tegen kunnen gaan. Scherper toezicht, ja. Dat is een belangrijk punt. En gewoon de verdere ontwikkelingen van die cryptovaluta. Jij hebt natuurlijk ook investeerders bij BlockBay Capital. Worden die al een beetje zenuwachtig? Nee, die worden niet zenuwachtig. We hebben een lange termijn horizon die we aanhouden van 3 tot 5 jaar. Dus we stellen een crypto-portefeuille samen die echt in de blockchain gaat investeren. Dus we kijken echt naar industrieën die getransformeerd kunnen gaan worden door blockchain. En daar investeren we in. Oké, dus geen overhaaste beslissingen nemen is een belangrijk advies. En ik geloof dat je ook even aanstipte dat bijkopen nu best een goede tijd is dus. Ja, bijkopen is naar onze mening een goede tijd of een goed moment om bij te kopen. Dat is met name omdat we echt kijken naar die lange termijn horizon. En we zijn nu aan het begin van een mogelijke nieuwe technologie die baanbrekend kan zijn. En het is gewoon belangrijk om een klein gedeelte naar onze mening van je vermogen te investeren in cryptocurrency. Oké, even door deze zure appel heen bijten, dus deze terugval. Dan, opvallend nieuws deze week, Rode JC, de voetbalclub. Er is interesse van crypto-investeerders. Jij hebt het uitgezocht, hoe zit dat? Ja, ik heb gesproken met Rob Plaum, dat is Chief Commercial Officer van Liberium. Mm-hmm. En Liberium heeft inmiddels een toezegging van €5 miljoen om voetbalclubs over te nemen. En ze zijn concreet bezig met een club uit Spanje, Zuid-Korea, Roemenië en ook een Nederlandse club, Roda JC. Nu weten we dat Roda JC redelijk in zwaar weer zit. De club is afgelopen jaar gedegradeerd. En de groot aandeelhouder Frits Schroef, die is op leeftijd, die is die wel eigenlijk van zijn aandelen af. Ja. Dan was er eerder een overeenkomst bereikt met de Zwitserse Rus Korotayev, die uiteindelijk de afgelopen week is afgeketst. Ja. Waardoor Roda ook op zoek is naar nieuwe investeerders en waardoor ze nu terecht zijn gekomen bij Liberium. Ja, dus Roda kun je voor een aantrekkelijke prijsje eventueel overnemen. Maar ja, dan is natuurlijk de vraag van ja, hoe gaat het dan gebeuren? Ik bedoel, straks zitten er allemaal Limburgse fans zenuwachtig naar dit programma te kijken. En die denken van ja, dan moet ik met cryptomunten mijn biertje gaan betalen. Ja, dat is wel het idee van Liberium. Ook om uiteindelijk alles met cryptocurrency te gaan doen. Ze gaan een eigen munt uitgeven waar binnen bij de clubs dan betaald kan gaan worden. Dus je kan je shirtje afrekenen of je biertje halen met crypto. En hoe moet het uiteindelijk, hebben ze al voldoende geld bijeen om daadwerkelijk een bod uit te gaan brengen? En hoe hoog schat jij de kansen dat het gaat lukken? Ja, we weten niet exact hoe serieus dit nu is. Roda heeft aan de Limburger wel bevestigd dat ze in gesprek zijn met een partij. Liberium kon het aan mij zelf niet bevestigen met welke club ze in gesprek zijn. We weten wel dat de oprichters ervan wel groot fans zijn van Roda. Of het reëel is, weten we nog niet. Want er zijn nog wel een aantal aspecten die afgestemd moeten worden, met name op het juridische vlak. Zou baanbrekend zijn, hè? Ja, dat denken wij wel, ja. Oké, dan zei je al even van, niet gek laten maken nu. Hè, en juist even op de lange termijn letten. Dat raad je nu aan met de BlockBay Capital. Maar heb je nog specifieke tips die jij de kijker wil meegeven? Ja, wij kijken altijd naar de Bitcoin Dominantie Index. En dat is eigenlijk een percentage van de totale waarde van alle cryptomunten die toegerekend kan worden aan Bitcoin. Die zit nu ongeveer rond de 48%. Die heeft eerder gestaan rond de 36%. Wat gewoon laat zien dat Bitcoin relatief hard is gestegen de afgelopen periode. Ja. Die voorzien wij voor de kortere termijn dat Bitcoin nog harder gaat stijgen ten opzichte van de andere munten. Waardoor dus die dominantie nog verder vergroot gaat worden.
als je wel op de lange termijn wel dat het uiteindelijk weer terug zal gaan lopen. Met name door ontwikkelingen bij andere munten die wel in een sneller tempo gaan dan bij Bitcoin. Ja, maar die $10.000 voor de Bitcoin? Ja, dat is een voorspelling die ik vorige maand had gedaan. Die zou nog steeds mooi zijn voor het einde van het jaar. Oké, die staat nog overeind. Die staat vast. Ja. Oké, Tim, dankjewel voor je komst naar je studio. We spreken elkaar snel weer, hopelijk. Bedankt. En nu bedankt voor het kijken naar deze crypto-update. Dag.